Welkom allemaal in het leesatelier Bezette Stad voor de 16e keer alweer. We gaan zoals elke avond in de weken die we hebben aangeduid als leesweken voor het leesatelier, lezen wij een gedicht uit Bezette Stad. Dat is vanavond Huis, Stad, Ik. Huis, Stad, Ik. Moeder. Schaarse woorden rond weg zijn van mijn broer. Mijn broer komt 's avonds, zet zich bij ons, zegt niets. Zo is vaak stilte. Huis. Of lig ik vermoeid en haar woorden schip zwalpen en goede haven, brief. Alle deuren slaan, kwam er een stoet in huis, over de trap jaagt, brief de kamer binnen. Hij is overal nu, in vlees en bloed. Zijn hand houdt brief, het ganse huis klopt polsslag, brief! Slaapt weer huis, dag, nacht, slaapt huis en geen oranje, breekt violet. Vallen van schaduw in huis, niet nemen stof van blinden, gebroken hart, huis, schaduwt straat. Gebroken hart, straat, stad, tellen, tel van tijd, tijd in dit ademloze, dit stappen, lege ruimte. O, dit stappen, het ademlege, o, dit niet voelen, stappen, ruïn, huis, straat, stad. Ik moet niet vergeten dat ik niet alleen het gedicht lees, maar dat we met z'n allen het gedicht lezen. En dat ik dus eerst even naar onze speciale gasten ga om eens te vragen wat de eerste indrukken zijn van het gedicht. Want daar zijn we natuurlijk vooral heel erg benieuwd naar. Malika, mag ik jou het woord geven? Ja, toen ik het gedicht voor het eerst las... Ik was dus net in quarantaine op mijn slaapkamer bij mijn vader in Amsterdam. Waardoor ik heel erg een soort van het idee kreeg ook in het gedicht... dat hij eerst een soort van de wereld afbreekt... en in zijn ruimte opnieuw zijn eigen wereld aan het bouwen is. Charlotte, wat zijn jouw indrukken tot zover? Toen ik het de eerste keer las, was ik ook eigenlijk meteen naar vandaag geslingerd. En bij mij had dat vooral te maken met het feit dat het ook over een soort afwezigheid, aanwezigheid gaat. Erik, voor jou is het vast niet heel kort geleden dat je het gedicht voor het eerst las. Dit was denk ik een van de minst opvallende teksten naar Bezette Stad. Het is een gedicht dat heel weinig indruk op mij heeft gemaakt in de tijd, denk ik. Het is niet het sterkste gedicht wat we al zijn tegengekomen. Ik ga proberen om eens wat achtergronden te schetsen. Maar laten we beginnen met die titel. Hè. We krijgen huis, staat het al klein. Stad, staat al groter. Ik, staat het grootst. En dat is bijzonder, want ik is niet het meest voorkomende woord in deze bundel. Hè. Van Ostaje was natuurlijk ook bezig, op dat moment voorzichtig bezig, met het individualiseren van de poëzie. Hij was niets meer zo tevreden met poëzie waarin mensen zich uitspraken vanuit hun eigen ervaring. En dat doet hij hier natuurlijk eigenlijk wel. Tussen haken staat het, moeder, schaarse woorden, rond weg zijn van mijn broer. Daar komen twee hele concrete figuren naar voren. Dit is de familie van Ostaje, de vader hier midden in beeld. De moeder van Ostaje, Maria Engelen. Pieter Floris van Ostaje, dat was de oudste zoon. Daarnaast staat Hubertina van Ostaje, dat is het oudste kind van de familie. Naast haar staat Jos Goris, dus dat was haar man. Hiertussen staat natuurlijk de kleine Paul van Ostaje. Hij scheelde 9 jaar met de man die daar weer naast staat. Constant van Ostaje, Stan van Ostaje. En dit is de broer waar dit gedicht over gaat. Maar Stan staat hier in een tropenkostuum en dat heeft er alles mee te maken dat hij in 1908 ging werken bij een Franse handelsmaatschappij die vooral handelde in westelijk Afrika. Hij ging naar Frans-Guinea, kwam daar terecht in Conakry. Maar deze Stan van Ostaje, anders dan Paul van Ostaje, maakte een hele andere beslissing in het begin van de Eerste Wereldoorlog. Stan die waagt namelijk de oversteek, waarschijnlijk via Nederland en via Engeland, om zich aan te sluiten bij het Belgische leger en dient tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front. En ja, daar gaat het hier eigenlijk ook over. Stan zat in het leger, was weg van huis, maar dat is eigenlijk wat er tussen die haakjes wordt gezegd. Maar als die haakjes sluiten, dan staat er ineens, mijn broer komt 's avonds. Dat is raar. Hè? Die eerste mededeling is een mededeling tussen haakjes, een mededeling in het
nu. Maar dan springt Van Ostaaien even terug in de tijd. Hij schetst hier eigenlijk een tafereeltje van hoe het vroeger thuis was. Mijn broer komt 's avonds, zet zich bij ons, zegt niets. Zo is vaak stilte. Zou het ook te lezen kunnen zijn dat het meer een fantoom is? Dus de grote afwezige die zich in stilte juist... Nou, net zoals een dode aanwezig is, dat er een lege stoel is, zeg maar, waarbij je nog kunt voorstellen dat die persoon daar zo present is. Ja, zeker. Zo kun je het zeker ook lezen. De aanwezigheid in de afwezigheid is natuurlijk heel erg belangrijk hier. Hè? Dat komt ook terug in die brief die er hele lange tijd niet is, maar die uiteindelijk wel komt. En dan krijg je een nieuw idee, hè? Een nieuwe ervaring. Of lig ik vermoeid? En haar woorden, die haar, slaat denk ik weer terug op de moeder. Schip zwalpen en goede haven brief. Ook dit kan natuurlijk weer meerdere dingen betekenen. Het kan betekenen dat die moeder toch even wat schaarse woorden uit over de avonturen die Stan moet hebben meegemaakt in 1908. Op het moment dat hij naar Conakry vertrekt. In die periode schreef hij een aantal brieven vanuit Afrika en hij schrijft daar heel erg over de reis en de aankomst. En dat zou ook wel eens de reden kunnen zijn waarom hier dat schip zwalpen eigenlijk al wordt opgelost. Want hij belandt in een goede haven en dat wordt bevestigd wellicht door een brief. Hè. Zo zou je het kunnen lezen. Tegelijkertijd hebben we hier natuurlijk ook weer de mogelijkheid om het te lezen in het nu. We kunnen het ook weer lezen als Stan van Ostaaien is mogelijk via Nederland en Engeland naar het Belgische leger gaan vervoegen in Noord-Frankrijk. Dat moet ook weer met een schip zijn gebeurd. Dus hier klinkt ook weer de zorgelijke gedachten van de moeder klinken hierin door, die zich afvraagt van wat is er gebeurd met onze zoon? Zou hij die goede haven hebben bereikt? Zouden we niet ondertussen alles een brief moeten hebben ontvangen? En ook dat is biografisch een beetje te illustreren. Maar lange tijd heeft de familie ook daadwerkelijk niet geweten waar Stan was. Dit is een pagina uit de krant De Stem uit België. En dan staat hier dat Monsieur de Dorlodo, dat is iemand die zich heeft toegelegd op het verbinden van mensen die op zoek waren naar soldaten die zich ergens ophielden, maar waarvan de familie geen informatie had. En hier wordt Van Ostaaien constant opgeroepen om zich te melden bij die meneer de Dorlodo. Het feit dat die brief echt in groot kapitaal staat en dus heel veel nadruk krijgt, als het inderdaad een brief is van de frontsoldaat, onderstrepen dat het inderdaad een hele bijzondere gebeurtenis is, dat die brief arriveert. Want corresponderen in die tijd was niet evident. Nee, absoluut. Over de trap jaagt, brief de kamer binnen. Hij is overal nu, in vlees en bloed. Zijn hand houdt brief. Het ganse huis klopt, polsslag, brief. En hier krijg je eigenlijk wat in het begin nog niet lukte. Hij komt binnen, zet zich bij de haard. Dat is nog, zoals Evelien het verwoordde, is nog een fantoom. Dat is, de broer is er nog niet echt. Die is er nu natuurlijk ook niet echt. Maar nu is de sensatie wel des te groter. Omdat die brief is aangekomen, lijkt het alsof Stan van Ostaaien ineens echt in dat huis is. En meer dan dat, we krijgen een Bijbelse referentie. Hij is van vlees en bloed ineens. Wat we ook al heel vaak hebben gezien in Bezette Stad, is als we de grens van de pagina overgaan, dat er eigenlijk weer een nieuwe episode begint in het gedicht. Dus we hebben de eerste pagina, het afwachten, komt de brief, de brief komt, het is een enorm evenement. Maar wat is dan de conclusie daarvan? De conclusie daarvan is dat er eigenlijk niet zoveel gebeurt. Er verandert eigenlijk niet zoveel. Het huis slaapt weer. Niet alleen 's nachts, maar ook overdag. Het huis slaapt dag en nacht. En geen oranje breekt violet. Die kleuren zijn we ook al eerder tegengekomen. Violet is de kleur die de nacht krijgt. En die oranje lees ik als het opkomen van de zon.
Maar dat gebeurt niet. Hè? Het wordt niet dag. Tenminste, niet in dit huis. Het wordt natuurlijk wel dag. Hè? Het leven gaat gewoon door. Maar in dit huis blijft men slapen. Wordt het geen dag? Wordt het niet oranje? En breekt dat oranje dus ook niet het violet? En het violet, ja, dat is die toestand waarin we ons nog steeds bevinden in dit deel van bezette stad. Hè? Dus de toestand waarin het leven tot stilstand is gekomen en alles wat er maar een beetje kan gaan leven en een beetje kan gaan bewegen, zich eigenlijk alleen maar in het hoofd van de sprekende instantie van de dichter, van Paul van Ostaaien zelf, zich afspeelt. Als we even terugdenken in het gedicht Banale Dansen, begonnen eigenlijk de dingen ook alleen maar echt te leven in de dromen van de dansers, in de dromen van de dichter. Vallen van schaduw in huis, zie je, komen weer die bekende metafoor ook weer terug als het over de donkerte van het leven, de donkerte van de situatie waarin de stad in de oorlog zich bevindt, gaat. Ja, dan komen die schaduwen ook heel vaak terug. En die schaduwwerking gaat hier dus twee kanten op. De schaduw valt in huis en het huis zelf schaduwt ook de straat. Er komt in deze hele situatie geen straaltje licht meer binnen. Emotie die hier wordt weergegeven, die wordt dus weer algemeen gemaakt. En ook dat zien we heel vaak terugkomen in bezette stad. Als er een triestigheid valt over het huis, dan valt die triestigheid niet alleen over het huis, maar ook over de hele straat en over de hele stad. We bevinden ons eigenlijk in een soort van luchtledige situatie. Hè. Er is geen uitzicht op verbetering. Ik ga even naar Charlotte en Malika. Charlotte, om met jou te beginnen. Zijn jouw ideeën over het gedicht veranderd zo in de loop van dit uur? Ik voelde wel al heel erg een soort van leegte en afwezigheid. En dat is nu precies enkel bevestigd. Malika, hoe zijn jouw gedachten geëvolueerd het voorbije uur? Ik denk dat het voornaamste wat is opgevallen in deze lezing, is dat ik tijdens mijn eigen lezing van het gedicht me vooral heel erg bevond in het hoofd van de dichter. Dus ik had het me nog niet bedacht dat de emoties die het huis overnamen ook de straat overnamen en de stad overnamen. Dus dat vind ik een fijne, interessante toevoeging aan waar ik zelf mee bezig ben. Oké. Daar ben ik blij mee. Heel leuk. Erik, heb jij al een vaag vermoeden waar het in jouw gedicht heen zou kunnen gaan? Nee. Ik heb de tekst al een paar keer gelezen in aanloop naar deze Zoom-meeting. Maar het moet allemaal nog ontwaken, blijkbaar. Dus, ja. Maar daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, en wij met jou. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en je deelname. Tot morgen, tot ziens. Dag. Dag allemaal. Dag allemaal.